ongeluk wat op zee was gebeurd. En een man moest gered worden via de helikopter. Toch maar weer eens onze duikervaring opdoen, wat we in Curaçao geleerd hebben. Nog eens een keer proberen, dit of het allemaal nog werkt. Dus onze hele uitrusting controleren, alle flessen, alle slangen, alle verbindingen. En dat moet toch wel zeker mooi lukken. Moeders bekijkt enigszins bezorgd hoe de kinderen hun duikuitrusting controleren, de slangen, de koppelingen. En of het allemaal prima in orde is om zo geinde op weg te gaan. Alles even goed van elkaar controleren of niemand een probleem gaat krijgen en alle koppelingen even goed herstellen. Alles nog één keer goed controleren van elkaar. De bemanning houdt ons ook goed in de gaten of alles wat perfect en zeker goed vast wat. De beste aan alles. En dan mag je springen. David is klaar om te springen en jou raadt hij. Plons het water. Flessen al, drijverstrop, alle kabels goed gecontroleerd. Geen probleem. Nu in rondvaart in Florida, over alle moerassen, meertjes, watertjes, om nog eens even goed te kijken of we krokodillen en andere gekke beesten, mooie beesten, zien. Zo'n rondvaart, dit moet je echt een keer meemaken, gewoon ervaren. En enorm lawaai van de motor, maar het is werkelijk geweldig om het gewoon een keer mee te maken. Dit is een soort open dierentuin, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het is een doolhofje met allemaal afgezette hekken en draad en alles. En daar kun je alle dieren van heel dichtbij bekijken en haast aanraken. Het is werkelijk uniek, het is echt serieus mooi. Ja, want eenmaal thuisgekomen bleek dat de hele film verpest was. Je ziet hier het resultaat, ik heb er dus een mooie kleurenfilm, een zwart-wit film van gemaakt. En zodoende kunnen we toch nog wat van deze vakantie genieten, nagenieten. Want het is werkelijk vreselijk als iemand dit doet. Het is een uur. Stan, kijk dit. De dame moest toch ook eventjes de boot bewonderen en verklaarde hem als zeer mooi en zeer veel en heel veel mogelijkheden van interieur, van kwaliteit, van lengte en grootte. Alles was daar mooi. Echt niet te mooi. Het bezichtigen was echt een uitje. Zoveel kwaliteit, zoveel mogelijkheden, verborgen ruimtes, slaapruimtes, echt uniek. Wij schrokken!
We zijn klaar met alle boten bekijken, bezien en alle mogelijkheden. Erop en eraf, alles uitproberen. En het is werkelijk, ja, het is ongelooflijk. Zoveel moois is er in de wereld. Het is vreemd in huis alleen. Maar ik. Voel je toch nog om me heen? Want zoveel doet me denken aan jou. Soms hoor ik je stem die ik zo goed herken. Je bent weg. In onze straat op nummer 10, daar woont een zekere tante Dien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar. Alleen gekletst. Ze is het nieuwsblad van de straat. Er is haast niets dat haar ontgaat. Al wat ze rondst. Standard traffic 26 Echo Alpha, Trusting Government, cut northbound on shoreline 300 feet. Het is werkelijk een mooi gezicht. Zo de havenmonding vanuit de zee. Zo de Miami. Ja, het is schitterend, echt waar. U ziet het op de beelden, werkelijk. Dit is de voorkant van Miami aan de zeezijde. Zie hoeveel hotels, hoeveel gebouwen, hoeveel vermaak, hoeveel vakantiemogelijkheden hier echt zijn. Het is werkelijk geweldig. De stranden zijn gewerkt, het publiek is geweldig en de mensen daar zijn fantastisch. In onze straat op nummer 10, daar woont een zekere tante Dien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de. Ik heb zelf gevlogen op een model vanuit Rotterdam en daar heerlijk fantastische instructeurs en ik heb er ook heel veel plezier mee gehad en ben Lelystad, alle plaatsen heen gegaan, Zeeland, alles keurig. Doet ze maar weinig in haar kar, want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht, alleen gekletst. Dit is het nieuwsblad van de straat, er is haast niets dat er ontgaat. Al wat ze rondstrooit in de buurt, verbreidt zich als een lopend vuurtje. Dus als je haar ooit tegenkomt en de. Fantastisch gezicht uit de lucht. Dit is het looppad er als de hotel moet ook zijn. En daar gaat de helikopter zo meteen links op. Keurig scheef, een beetje zo over het gebouw heen. Het is echt een beweging, dus je moet het echt. Hello, welcome to WindGenKits.com. This video is one part of a series of videos intended to demonstrate some of the construction methods and techniques used by the do-it-yourselfer who is interested in designing, building, and using wind turbines for producing electricity. In this video, I'll narrate the process of making the coil assembly used in an axial flux alternator.
In order to wind coils, you're going to need a coil winder. You can make this fixture yourself out of common materials laying around your shop or from the local hardware store. It can be as simple or as elaborate as your imagination allows. Hier ziet u het scherm in het scherm. Niet een gesplitste scherm, horizontaal, verticaal. Nee, u plaatst een foto ergens op een deel van de film. Dat is ook echt mooi te doen. Hier kunt u nog eens goed zien wat we vroeger deden. Het was in Leiden aan het Galgenwater. Waar we van wonen en waar mijn vader nog zit als schoenmaker, of werkende als schoenmaker. Maar dat ging echt heel erg fout. Toen leidde dat stopte. Zegt lieve mens, hou je mond, want dan heeft hij op je gemunt. Overal waar je gaat of staat, wordt het geroddeld en gekwijt. Want ja, je denkt nog, het gaat dus niks bijzonders. Als je maar boven op boven staat. Klik. Een bijzondere mooie vlucht per helikopter. Ook eens Florida, dus een deel Miami. Is goed te bekijken. Het is een Romeo's gezicht vanuit de lucht. Je ziet de waterwegen, de gebouwen, de hotels. Alles wat je maar wenst, ziet u. En het is werkelijk. Kop nummer 1, daar komt een man, hij leeft alleen. Omdat hij dameskapper is, denken de meesten dat er een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, maar we zijn experiment. Hij heeft een ei als een gravin, maar in zijn vak heeft hij talent. Ze komen bij hem voor een haar, hij zet ze netjes in de krul. Maar als hij langskomt met de schaar, dan is het lachen, gieren, brullen. Hij lacht gezellig met ze mee, maar ondertussen denkt hij, barst, straks plunder ik hun portemonnee.